Rijka? Rijka? Ga je overal onderdoor? Ga je overal onderdoor? Goed zo. Groot meisje. Nou, ja. En Corina heeft aan mij gevraagd of ik wil zeggen wat ik met mijn werk doe. Als eerste is mijn fout geweest dat ik massage, dat ik met het woord speelde massage. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer dinsdag 28 januari 2020 en we leven om 11 uur 46. En ik zit er weer netjes bij, al mag ik het niet, ja, mijn zilveren jurk weer. Het is alsof het slangenleer is, maar het is gewoon verstopt. Ja, het is gewoon zo'n motiefje. Rijka is aan het eten, dat mag in de krant, ja. En ik zal nog eten, Kandal moet nog eten en Ewen moet nog eten, maar oh, die zit op de vensterbank. En dan krijg ik straks bezoek, die is in aantocht met de trein, die zit in de trein. En dat is onze Femke, een medelid van de Club van de 50-plussers. En ja, en zij heeft dus iets gedaan wat absoluut niet toelaatbaar is. Dus daar ga ik er ook vanmiddag wel op aanspreken voor de zoveelste keer. Want dat moet haar wel duidelijk wezen. Het is wel een lief vrouwtje, ook met een beperking. En ja, daar ben ik liever voor dan voor een normaal iemand. Want een normaal iemand die weet alles beter dan dat... Jan met de boerenachternaam weet. Dus ja, en zij heeft een beperking. Ik heb zelf ook een beperking. En ik voel dat op mijn duimen aan. Dat ja, dat moet even rustig besproken worden. En moet even tot haar kopie doordringen dat ze zoiets niet kan maken. Je gaat jezelf niet verkopen. Wel? Nee, niet op die manier. Voor de rest hopen we dat het een fijne middag zal worden. Maar... Het is bar slecht weer. Het regent al continu van vanochtend 7 uur af. Nou, oh, niet leuk meer. Nee. Ik zal nou weer eens even kijken naar de buienradar. Nou, hij zegt dat hij er dus bijna is, hè, met een blauwe. Ja. Dus ja, we hopen het dat dat waar is. Dus dan zou het ongeveer 20 minuten over 12, zeg maar 20 over 12 droog moeten worden. Ik ben benieuwd of dat er zo zal zijn. Want ik vind dit maar niks. Nee. En ja, ik heb hoofdpijn. Ja. En dan ook bezoek. Ja, waarom niet? Geeft je ook afleiding, toch? Ja. En de diertjes, nou ja, ik ben blij dat ze binnen zijn. Rijka die wou niet eens hier buiten. Oh, ik moest de poort op doen. Ik had dus wel mijn jas aan en mijn capuchon op. Nou, ik kreeg met moeite weer pijn even naar buiten. Maar ze is even buiten geweest, maar ze heeft niks gedaan hoor. Nee. Hé Rijka? Rijka? Ga je overal onderdoor? Ga je oefenen onderdoor? Goed zo. Groot meisje. En daar hebben we meneertje Kandalf. En nou een eeuw in. Hey, kopje boven de bankleuning uit. Ja. En dan moet ik vandaag niet vergeten om ook op mijn goede mobiel, die ik normaal gebruik om te bellen, etc. Dat daar ook nog een filmpje op staat waarbij gisteren thuis hoort. Want ik had al afgesloten gisteren. Maar ik heb vannacht boven nog even gefilmd op bed. Ja, ook leuk. Ja, en dat deed ik dus met die. Dus dat moet ik niet vergeten. Maar nogmaals welkom
van je nieuwe vlog. En ik probeer vanmiddag met Femke ook te vloggen. Probeer ik ook haar vragen te stellen. Voor waarom ze zoiets nou eigenlijk doet. Wat is er leuk aan? Kijk, dat je jezelf wilt verkopen op de manier wat jij bent, wat jij kan. Zij kan namelijk heel goed masseren en daar heeft ze ook voor geleerd. Dus ze heeft daar de papieren voor. Ze weet ook de spieren allemaal in je hand, weet je. Ze weet precies waar ze de druk op moet leggen. Als je pijn in je schouder hebt, dan kun je ze daar naartoe werken via je hand. Nou, ik zou dat niet kunnen. Ook weet ze de benamingen ervan. Nou, dat ken ik ook allemaal niet. Maar dat laat ik allemaal wel aan jullie zien hoe en wat. Dus ik gooi hem zo meteen aan de lade, want ik heb vannacht niet aan de lade gestaan. Dan is hij tenminste goed vol. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En doen wij ook. Ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, Femke die is onderweg. Ja, die heeft net gebeld om te vragen welke straat ik woonde. Hoe was dat ook weer? Want ze komt met een taxi. Dus die kunnen elk moment arriveren, dus ik zal het scherm, daar is al, omdraaien. Dus ik ga daar staan, ik zei daar, achterom, ja, met weer een buitenlandse taxichauffeur. Dus, maar dat komt goed, ze zeggen tot strakjes. Ja, nou ja, de poort die gaat elk moment open, ze moet even omlopen, taxi rijdt net weg. Dus ja, weer eventjes een heel ander soort bezoek. Jij doet me zeer, dame. Oeh, wat komt daar aan? Wat is dat? Hé? Oei, oei, oei. Dat is Femke. Ja, dat is Femke. Daar komt Femke aan. Dat is... Even rustig, hier voor de deur. Hoi, Esther. Hallo. En een poesje staat. Eén legt er nog te slapen en de andere is buiten. Toppie. Hallo. Hey. Oh, dit is goed. Doe mij uit de poesje. Even pak een poesje. Hallo. Waar is Tontje dan? Oh, je bent een schatje. Hey, je lieverd. Hij is kwijt. Jongen, ik heb mijn haar. Ja. Nou, dat is dus rijk, hè? Hé, hey, hi. Hoi, schat. Hoi. Doe ik ook filmen? Ja, ik ben een vlogster, hè? Huh? Ik ben een vlogster. Aan het kossen. Moet ik vloggen. Een leuk liedje zingen. Koen. Ik ruil toch wel voor 1 miljoen. Ja, ik ruil toch wel met Bart met mij. Nou, zo is wel goed. Ja hoor. Kijk. Hallo. Kom maar, mag je optillen? Kom maar, lief. Ach, wat ben je een lief mager beestje. Nee hoor, ze is niet mager. Ach, lief hoor. Ja. Ach, lief meid. Het is nog maar een puppy, het is een baby, hè? Nou ja, lieve vrienden, we gaan er straks natuurlijk wel weer even verder, maar voor nu stop ik even, want Femke die heeft een lange reis achter de rug, die wil een bakje koffie. Ja, ja, ik had een kop koffie, maar het is toch wel een kop koffie. Wat moet jij nou? Oh. Lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ook. Ik ben van de partij. Ik laat me wel eventjes zien. Doei doei. Ja, dit is dus Femke. En dit is Corine. Corina, maar dat weten ze. Dat weten ze. Corine, ik ben Corina en de beestenboel, dat weten ze. Corina en Femke. Nou, ja. En Corina heeft aan mij gevraagd of ik wil zeggen wat ik met mijn werk doe. Als eerste is mijn fout geweest dat ik massage, dat ik met het woord speelde massage. Ik noem het al geen massage meer, maar behandelplan. Dat vind ik veel beter dan
Maar zij, dat wil ik niet. En dan, als je denkt van, ja, ma moet naar de wc. Oké, dat is as, dat gaat weg. En dat is voorbij. Dan heb je dat ook iemand gemasseerd die moeilijk naar de wc kan. En die kan dan, dat kan. Als je je buik, hier is mijn buik. Als je dan die buik, die moet je dan een beetje zo masseren. Kijk, ik zit namelijk ook met hetzelfde probleem als jullie. Dus je dus masseert van rechts naar, dit is rechts. Rechts naar links, zo naar beneden. En weer terug, zo. En dan zo en zo. En dan, dan kan dat allemaal. En help jezelf maar gewoon om eens een keer, om dat te kunnen. Dat sommige mensen, vroeger had ik dat ook niet nodig. Maar tegenwoordig kan dat best wel eens helpen. Kijk, en wat je dan ook kan doen. Maar even die trui weer goed doen. Oh ja. Rare kniepjes, hè. Of helemaal, dat mag weer niet. Nee, Corina zegt, maar Femke, je moet net. Nou, ik ben netjes hoor, wacht even Corina. Ik ben wel netjes, zo. Dit is heel. Maar dan heb je weer een gilebbe aan met een zakje. Dit is iets wat ik niet leuk vind, een zakje op mijn dinges. Maar je kan er iets in stoppen. Hup, dit bijvoorbeeld, dat is ook een vriend van mij. Dat is van mijn vriend geleerd, die doet dat. Die stopt zijn internetkabel, dat is een mobiele telefoontje, stopt die in zijn zakje en aan de andere kant sleuteltjes. Dus ja, daar kan je over denken, waarom doet iemand zoiets? Ja, maar ik denk dan, waar gaat het over? Nou, als je dus je hand masseert, dan moet je, dus dit zo, dit kan ook helpen, is ook voor de darmen is dat goed. Maar wat ook helpt, kijk, we weten allemaal als je 's avonds slaapt, als je 's avonds slaapt, dat je 's morgens en je drinkt een kop, dan komt het opeens, dan moet je wel naar de wc. Dus het kan, rust kan ook heel goed helpen. Dus dat je rust en dan dat je ontspannen. Wat goed is voor ontspanning is, ga maar tellen. 1, 2, 3, 4. En dat vind ik nou een leuk getal, 4. Want we zijn hier met een poes, een hond en 2 mensen. 2 katten. Ik zie er nog maar 1, Corine. Ja, maar er is er 2. Er ligt er ook nog 1 te slapen daar. Oh ja, die heb ik ook gezien. Hoe heet ze? Ewin. Ewin. En ik vind, dat is Kandel. En het hondje heet Rijka. Ewin, Kandel en Rijka. Ik vind het zo leuke beestjes. Ik vind het. En kijk, ik heb thuis 2 kanarietjes. En de kanarietjes, ja, dat zijn mijn beestjes. Ik weet dat een poes geen kanarietjes leuk vindt, maar ik weet wel dat ze ook van kanarietjes leuk vindt. Dat weet ik wel. Ze kan van kanarietjes houden ook. Ja? Ja. Dat kunnen Wij ze wel. Wij hebben een kanarie vroeger thuis gehad. Die pikte van de snorrenharen melk van die poes af, van die snorrenhaartjes. Van die poes, die lag dan tegen die kooi aan. In het zonnetje. En die kanarie, die pikte door die tralie, die druppelt die melk af. Maar je had het over massage. Ga door. Ja, dus we gaan verder tellen bij de ringvinger. En dan ga je tellen. 1, 2, 3, 4 vind ik een leuk getal. Nou moet ik aan mijn oom denken. Jullie zeggen ringvinger. Ik zeg ringvinger, maar die heette Henk. Mijn oom heette Henk. En die had een vrouw, die is wel 4 keer getrouwd. Nou, misschien doe ik hem dat wel na.
4 keer trouwen in je leven. Wie weet ga ik dat doen. Maar dat, ja, ik vind, hij is niet beter als mijn vader geweest. Misschien dat niet direct. En wat mijn moeder dan zei, heeft een hele grote, van zo'n grote Jaap had hij dan. Ja, zo'n hele grote, wat zeggen ze dan? Corrie, hoe noem je zoiets? Jaap, zo'n penis? Of hoe zeg je dat? Ja, daar praten wij nooit Nee, over. Oh, daar praten we niet. Dat deden we thuis ook niet. Dat mag niet. Nee, dat deed ik thuis ook niet. Dat praten we niet over. Ooit een keer zei ik tegen mijn vader, lul. Nou, ik wilde weten, wat zou mijn vader doen als ik dat zei? Wow, mensen, kinderen, ik ging de trap op en trok aan mijn been. Ze hebben haar niet gezegd, ik mag het kreeg op mijn kop hoor. Ja, ja, gelukkig wel, want hij is zeker echt wel wat meer geweest dan alleenig dat. Daar, ja, het, is niet, het gaat niet alleenig om de duit en de fluit. Tenminste, mijn dochter is dus... die is er wel aan toe, aan de duit en de fluit. die wil natuurlijk een kindje, maar... Ja, ze heeft een leuke vriend. Maar we gaan door met de massage, de behandelplan. En dan gaan we naar de middelvinger. 1. Alweer 4? Had je net al van? 4. Zet op. Gaan we verder. Dat was de telefoon. Sorry! Ja, lieve vrienden, Femke is alweer reeds naar huis. Ja, ik kon dat ook niet met haar afmaken, want er gebeurde na die tijd nog meerdere dingen. Ook kwam Sandra nog even. Die is ook net de deur weer uit. En ik ga me klaarmaken om even boodschappen te doen bij de deken. Dus die dame daar op de bank mag weer alleen nog blijven. Dus ik ben helemaal benieuwd hoe ze het zal doen vandaag. Weer in de uppie. Morgen ook in de uppie van morgen. Ja. Oh jee. Om 11 uur, ja. Oh jee, dan moet ik ook nog aan Rebecca doorgeven. Ja. Oh jee, om 11 uur moet bloed prikken morgenochtend. Is ook weer alleen. Ja, dus, maar oké, komt goed. Ik neem mijn mobiel top mee en dan hou ik geen moeite in de gaten. Dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks als ik weer thuis ben. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is ook zo koud. Zelfs in de winkel was het koud. Ja, ik verloor gewoon dat ringetje steeds. Ja, dat zien jullie niet. Nee, doe het op een andere manier. Dat ringetje wat daar op mijn hand ligt. Moest hem iedere keer, ik heb hem één keer van de grond op moeten rapen. Eén keer lag hij op de boodschappen in mijn tas. Ja, nou niet leuk meer. Nee. Oh, maar het is echt zo koud. Ik had handschoenen aan, hè. Behalve met natuurlijk boodschappen pakken niet. In de winkel, maar buiten. Maar het komt er gewoon hard doorheen. Echt, het is groetje koud. Niet leuk meer. Maar ik heb een tas vol met boodschappen. En ik heb zomaar weer eens een keer chips. Voor de eerste keer dat ik weer chips heb gehaald. Want ik had nog een zak chips in de kast. Maar daar kom ik niet meer aan vanwege die tongpiercing. Ik kreeg het niet weg, maar nou weer wel. Dus ja, kom door een andere piercing, ja. En je hebt er zin in of je hebt er geen zin in en dan blijft het gewoon weer leggen, ja. En als je er eentje zegt, ga je het te poetsen. Kan of? Hi man. Koek. Krijg je niet meer verschieten, hè? Ik heb het wel genoeg gehad voor vandaag. Mijn bek af. Ik ben helemaal leeggezogen. Dori. Dan heb ik nog een hoop te doen ook. Maar ja, we gaan eerst de boodschappen opruimen. Ja, dan gaan we eerst maar eens even uitladen. Die moet sowieso naar de kast, die chips. Ga zo weg. Schippeltjes. Ja, nou dat kan gelijk hierin. Voilà. Oh ja, dan moet je eerst de boel eruit halen.
zakken weer in. En de dame in kwestie, die heb ik 2 keer gehoord. Ja, nou, dus geen aandacht aan gegeven, nog niet. En ook niks lekkers. Nee, daar beginnen we niet aan. Hè? Nee. Nou, rookworst. Dat is ook wel. Een pakje koekjes, ook maar weer eens een keer. Uiteraard. Bij de deka kun ik het nog steeds krijgen, althans kopen. Bij de voor maar niet. Daar tekent maar met de weegdagen. Nou, hallo. Zo. Maar ik heb er nog één en dat is de normale lijn die ik altijd heb. Ja, dan kun je het een keer veranderen. En deze, die gebruik ik het liefst bij mijn eten. Ja. Dus even opschuiven, kan dat? Nee, dat kan niet. Nou, dan moet het daar naartoe. Waarom ga je dan iedere keer steeds dicht? Hè? Niet leuk. Die moet naar boven toe. Ik heb ook 2 zakken kattengret. Heb ik ook. Dus dat moet ook naar boven toe. Voor bij de koffie. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakjes met noedels. Allemaal verschillende. Hup. En dan heb ik 1, 2 en 3. En dan heb ik een blikje met spersieboontjes. Ik heb een potje met tuinboontjes. En een potje met worteltjes en doppertjes. Lekker, ja. En dan hebben we nog 2 maal. Allebei vlees, maar alle 2 verschillend, geloof ik. Nee, 3 keer kip, 3 keer kalf, 3 keer lever, 3 keer gevogelte. Ja, die rooie ook. Wat is het dan? Waarom heeft de ene dan een rood met vitamine? Ja, dat is ook hetzelfde. Vitamine D3. Ter ondersteuning van gezonde botten en tanden. Het is allebei hetzelfde. Waarom is dat allebei zonder toegevoegde kleurstoffen? Allebei 2. Oh, aha. Senior. Dat is voor Ewin. En adult. Ja, wat adult is, ik niet weten. Voor mij een vreemd woord. Maar senior, ja, dat weet ik wel. Dus. Senior. Senior, junior. Wacht even, nee. Senior is een kitten, geloof ik. Nou, ze vinden het allemaal lekker hoor. Lekker belangrijk, toch? Ja. Ik weet het allemaal niet hoor. Ik hou me daar niet mee bezig. Zo, nou, dat kan. Nou ja, dat moet toch weer de kast in. Dus moet ik het ook in die tas houden. Kan ik het in 1 keer erheen doen. Ja, toch? Wel zo gemakkelijk. Maar oké, voor die tijd zeg ik tegen jullie een smakelijk eten, bon appetit en fijne avond, geniet ervan, wees lief voor elkaar en voor na die tijd welterusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer uit je bed zien te komen, graag tot aan de andere kant van de nacht en ik zeg doei!